Zo. En die nog, die nog, die nog, die nog. Even kijken. Oh, jullie zijn er al. Nou, goedemorgen. Allemaal, al. Even kijken. Nou, volgens mij Candy. Ik zie jullie reacties. Ja. Nou, ik ben nog een beetje vroeg. Maar goed, een beetje te vroeg als te laat, zeg ik dan maar. Ik heb een beetje kriebelneus. Dus dat eerst even afwerken. Nou, goedemorgen had ik al gezegd. Maar goed, nogmaals, het is nu 10:30, dus we kunnen nu echt van start. Ik ken hoor. Nou, fijn Marion, we kennen. ik ga vandaag een cadeaukaart maken. In dit geval wordt het voor een baby. Maar je kan natuurlijk voor allerlei andere doeleinden gebruiken. Ook heb ik het papier van... oh, wacht even. Daar niet op klikken, dat gaat niet goed. Zo. Papier van Minty heb ik hier bij Little One. En wat ik zo leuk vind, het is dan wel een babypapier. Maar als ik dan de achterkantjes zie, dan denk ik, je kan er ook wel een gewone kaart mee maken. Dus als ik alleen de achterkantjes gebruik, dan wordt het weer een, tussen haakjes, gewone kaart. Dan vind ik dat niet echt helemaal baby. Nou, er zitten natuurlijk meerdere keren in. Dat is ook het paperpack wat 15 bij... 6 bij 8, moet ik even denken, 15 bij 20 is. Kijk, die heeft ook tekst, wat je toch niet kan lezen. Stippeltjes, streepjes, en dan in roze, blauwe en bruine kleurtjes, een houtstructuur. Dus alles wat eigenlijk op de voorkant zit, kan je rustig ook aan de achterkant voor een gewone kaart gebruiken. Nou, de plaatjes die hoeven niet, want aan de achterkant zitten wel weer bloemetjes. En deze zijn ook niet echt speciaal voor een baby. Dus ja, ik vond dit wel een multifunctioneel paperpetje. Want ik kan er zowel babykaart van maken als een gewone kaart voor jongvolwassenen of volwassenen of wat je ook maar wil. Daarbij ga ik deze mal gebruiken van Dutch Doobie Doo. En dat wordt mijn basis van de cadeaukaart. En natuurlijk mijn favoriete ivory papier. Dat is het papier van Vase. Nou, ik heb het al wel vaker verteld. Ik vind wit altijd zo spierwit. En deze is ivoor, noemen ze het, ivory. En die is... net niet helemaal wit. En ik vind die altijd net wat mooier als echt die spierwitte. Maar goed, dat is mijn, idee, zeg maar. Wat ik ga doen. De kaart gaat straks zo dicht. Ik heb hier altijd, ik gebruik altijd structuurpapier. Nou, als ik de kaart zo dicht wil hebben, dan wil ik mijn structuurpapier. Dan leg ik de mal erop. Schuif ik hem naar de achterkant en draai ik het geheel om. En aan die kant moet ik dan tekenen. Nu is het voor dit papier niet zo'n grote ramp, maar met designpapier is het natuurlijk weer iets anders. Dan teken ik daar heel losjes omheen met een 4 of 5B potlood. En die is zo zacht dat je hem eigenlijk tussen twee vingers gewoon daar heel losjes langs kan laten glijden. In het midden zit een cirkel. Dan neem ik de binnenste lijn. Dus ik maak de kleinste cirkel.
Want de andere maten zijn dus voor designpapier. En dan hebben we het patroontje erop staan. Dan gaan we die uitknippen en snijden. En die is dan 14 centimeter. Dat gaan we eerst maar eens even eraf halen. Het scheelt alweer. En ik kan hem ook rillen op 14, want de basis is 14 bij 14. Nou pak ik geen 14, maar ik pak 13,9 en 14,1. Dus ik maak een heel klein ruggetje, zeg maar, aan de basis. Nou, de rest moeten we even knippen. Moest je even zoeken. Nou, als het goed is, staan de luis altijd bovenaan bij het kopje uitgelicht. Daar zetten we meestal even vast. Dus als je de volgende keer daar eerst even kijkt, denk ik dat je hem wel vindt. Tenminste, de meesten die zetten hem daar wel even vast. Ja, en anders is het even scrollen. Maar het kan ook zijn dat je te vroeg inschakelt. Dan zijn wij er natuurlijk nog niet en dan kan je ons ook niet vinden. Dat is ook nog weer een dingetje wat kan. Dus gewoon even iedere keer verversen. En als we er dan zijn, dan komen we vanzelf wel langs. Goedemorgen voor degene die nog binnenkomt. Gezellig. Kan u nog net even qua temperatuur hier. Ik ben er, ik mag niet klagen, maar ik hou er niet van die hitte. Maar goed, we hebben het en het is beter dan regen. Alhoewel we ook wel een beetje regen op de tuin kunnen gebruiken, maar goed. Dat moet dan maar plaatselijk regenen. Nou, ik ben rond. En dan is dit mijn basis. Dus een heel klein ruggetje, zeg maar. Dus echt heel klein. Van een paar millimetertjes. Dan vouwt hij straks net iets mooier dicht. Dus een heel klein ruggetje. Nou, dat is de basis. Dan gaan we snijden. Ja, in de zon, 45 graden, ja. Ik ga eerst zoeken een designpapiertje. En ik wil dus nu wel een babykaart maken. Dus ik ga eens even kijken of daar een leukert voor mij bij zit. Kijk, dit is ook totaal geen baby volgens mij. Dus die kan je dan ook weer voor een gewone kaart gebruiken. Even kijken wat dan het beste past. Ik denk dat ik toch voor die groene blokjes ga. Want ik weet niet of dit een jongetje of een meisje wordt. Alhoewel ik deze ook wel leuk vind. En deze ook. Nee, ik ga toch eens voor deze. Nou, mijn basis is dus 14-14. Boodschappen gedaan in Holten. Nou, my place. 14-14. Dus mijn designpapier wordt 13,5. En dan ga ik toch voor die. Ja, ik vind dat toch wel leuk deze. Even kijken, die schuif ik opzij. En dan gaan we op de achterkant even wat tekenen. En dat worden hulplijntjes. dan gaan we vanaf de bovenkant. Dus ik moet hem even schuin draaien. Hè, jongens. Ik heb even wat aan de kant liggen. Dan kan ik het verder opzij schuiven. Zo. Vanaf de bovenkant, moet ik even spieken. Ja, dat was mijn bovenkant. Meet ik dan 3,7. Even spieken.
Of 4,7. Dus 4,7 teken ik een stipje. En hier ook 4,7. Daar zet ik dan even een hulplijntje. Jeps. Dus dit is de goede voorkant. Draai ik hem om, heb ik dus van links naar rechts een lijntje vanaf boven gemeten op 4,7. Dan ga ik links, zoals die op de kop ligt, noem ik het links, ga ik een stipje zetten op 3,7. Ja, heb ik zomaar onthouden. 3,7. En aan de andere kant op 2 centimeter. Dan zet ik dus op dat lijntje op 3,7 en op 2 zet ik ook even een hulpstipje. Dus ik kan nu van deze lijn, van het kopse streepje tot dit kopse streepje, ga ik dit insnijden. Borkelo in huis. Goedemorgen, Borkelo. Daar was ik pas nog. Ja, daar kom ik de laatste tijd wel vaker natuurlijk. Nu ga ik die hulplijn, die ik dus getekend heb, ga ik wegsnijden. Dus ik zet mijn snijmesje op die hulplijn. En dan snij ik dat. Nou, een millimetertje of 2 snijd ik die weg. Kijk, dat er net een klein gleufje komt. Nou, dat strookje, dat knip ik met de schaar weg. Oh, moest nog iets verder snijden, zie ik. Maar dat geeft niet. Ik heb nog een schaar. Hoppakee. Nou. Een gleuf in de kaart. En als ik hem dus omdraai, dan zit hij dus een beetje aan de linkerkant van de kaart. Zo is misschien beter te zien. Hij zit dus niet middenin, maar hij zit aan de linkerkant van de kaart. Die leg ik even, daar ga ik nog even een gatje in maken. Een gatje. En het mooiste is als die midden onder die gleuf komt. Nou, die gleuf die ligt dus op 2 centimeter vanaf de linkerkant. En dan is die 10 centimeter lang. Nou, dus dat is dan hier de helft van. Dus 8 is op 4, op 6. Dus op 6 centimeter vanaf deze kant. Hier zo. Daar moet ik even een klein hapje uithalen. Zo. En die zit dan midden onder dat gleufje. Dus niet midden in de kaart, maar alles ligt een beetje aan de linkerkant. Als ik in Borculo ben, dan ben ik bij de oliemullen. Dat, dus daar kom ik wel eens. Deze leggen we even opzij, bij de basis. En dan pakken we weer papier. En dat wordt 7,5, even spieken. 7,5. Moet wel goed doen, hè. 7,5 bij 10,5. En die ga ik rillen op 1 en op 9. Dus je hebt 1 strookje van 1,5 aan de rechterkant. En je hebt een strookje van 1 centimeter aan de, nu maar even linkerkant.
Hier ga ik designpapier op plakken. En dan gaan we eens even kijken welke we daarvoor gaan doen. Oh, die stipjes is wel leuk. Ik ga gewoon voor de stipjes. Die kwam ik het eerste tegen. Dus ja, nee, ik moet een beetje... Oh, ik neem de streepjes. En ik wil een beetje in die bruin-groen tint blijven. Hij is 7,5 centimeter breed. Dus ik moet 7 centimeter bij 8. Dus dat wat 7 bij 7,5 designpapier hebben. Dus 7 bij 7,5. Die komt dan op dat stukje. Die plakken we er vast op. Ja, dan kun je lekker eten, hè. Er alles van. En ze zijn even 73 plekken omhoog gegaan in de horeca toplijst. Met al die tussenhaakjes dure zaken, zeg ik dan maar. Ik heb er niet al het verstand van. Maar 73 plekken omhoog in een jaartje. Of niet eens een jaartje. Dus dat, nou, dat vond ik toch wel knap. Het designpapiertje zit erop. Nou gaan we dat insnijden. Dan moet ik even kijken hoe ik dat uit ga leggen. Ik leg dit op 5,5 centimeter. En dan... nee, ik kan het beter anders doen. Ik doe het even anders, want dan wordt het iets te moeilijk. Ik ga eerst aan de zijkantjes even een hulplijntje zetten van 1 centimeter. Aan beide zijkantjes. Dat lijkt me makkelijker uitleggen als met die snijmachine. Dus aan beide lange kantjes trekken we een lijn op 1 centimeter vanaf de randjes. Dan meet ik 5,5 centimeter vanaf het, moet ik het zeggen, van de grootste, vanaf die langste flap, die 1,5 centimeter. Vanaf dat stuk meten we 5,5. Dus ik zet hier op 5,5, zet ik even weer een streepje. Moet ik even spieken of ik dat ook allemaal goed heb gezegd. Ja, dat is even nog. Even kijken, 5,5. Ja. Nou kan je dat met een mes insnijden, maar ik ben altijd een luie wammes. Ik doe dat gewoon in de snijmachine. Ik leg hem op 5,5. Kunnen jullie dat nog zien zo? Ja. Ik leg hem op 5,5. Dan zet ik die zijkant van die mesjes. Dat kan ik nog wel even laten zien. Daar zit een gleufje aan de zijkant. Moet ik even zien waar de camera pakt. Hier zo. Aan beide kanten zit dus een gleufje in dat mesje. Dat houdt dus in dat dat het midden is van je mesje. Nou, als je dan dat gleufje precies gelijk zet met je lijntje, dan is dat dus het begin van je snijlijn. En dan snijden we door tot dat gleufje weer gelijk is met de andere. Even kijken, want hier snijden we schuif ik hem, wat zal het zijn, 2 à 3 mm schuif ik hem op. En dan ga ik nog zo'n streepje zetten, zo'n lijntje trekken, dat daar ook weer zo'n heel smal gleufje in komt. En dat knip ik dan weer ertussenuit. Oh,
als het mee wil werken. Ja, zo. En dan hebben we dus weer een onderdeel met nog zo'n gleufje. Even kijken. Dan gaan we dit eerst maar even in elkaar bouwen. Dan heb ik dat gehad. De basis. Designpapier. Met zo'n topnump of weet ik veel hoe dat heet. Dump. Nou ja, een halve cirkel. Die gaan we erop plakken. En dat doen we als volgt. Alleen de zijkanten krijgen van mij tape. En zo. En de bovenkant krijgt tape. En boven die gleuf komt ook tape. En de onderkant blijft dus helemaal vrij. Nou, ik doe voor de zekerheid, haal ik deze er alvast af. Doe ik aan de zijkantjes van die gleuf, doe ik nog een heel klein stukje extra tape. Puur ter versterking van dat gleufje. Maar goed, dat is dan weer een dingetje van mij. Nou, die eraf. Dus je hebt alleen aan de bovenkant en aan de zijkanten en boven de gleuf, daar zit dus tape. En dan plakken we dit in de basiskaart. Zo, dus daar zit nu een gleuf. Dan hebben we deze. Even kijken, die. Ik moet nu eerst weer wat snijden. Even kijken. Dat heb ik gehad. Ik lees dingen twee keer, geloof ik. Ja, 7,5. Bij 11,5. Rillen op 2. Dat is deze. Dan pakken we er een van 13,8. 13,8. En ook weer bij 7,5. Nou, dat is die al. En deze ga ik ook rillen op 2 centimeter. Goedemorgen. Nou, geeft niks. Leuk dat je toch nog even langskomt. Ik heb dus nu een van 13,8 bij 7,5. En een van 11,5 bij 7,5. En die heb ik allebei op 2 centimeter gerild. Dan pak ik 3 mm tape. En dan ga ik op dat flapje een U'tje maken van tape. Als we het begin kunnen vinden. Oh, hier zo. Dus ik plak aan de buitenkant een stukje tape. Ik plak aan de onderkant, aan de rillijn, een stukje tape. En aan de andere buitenkant. En deze blijft dus vrij van tape, deze kant. Dus je hebt een U. Nou, dan moeten we dit eraf. En dit moet je echt niet breder doen, want dan gaat het straks niet meer passen. Dus doe je het met lijm, wees dan ook een beetje voorzichtig. Dan heb ik dus die twee kaarten. Die ga ik tegen elkaar aanplakken. Maar dan die gerilde flapjes. Die komen tegen elkaar aan. En dan wordt het dus één lang geheel. Ik hoop dat dat maar nog een beetje duidelijk is zo. Dus ik plak die tegen elkaar aan.
die U, zeg maar. En dan hebben we hier ruimte tussen. Zo. Dat is dat. Nou gaan we even kijken, want er komt dus een giftcard in. Ik had helaas geen giftcard. Ik had er een mee willen brengen. Ben hem totaal vergeten. Maar ik heb nog een ander pasje. Die zijn toch allemaal van hetzelfde formaat. Die moet daarin passen. En als die daarin past, dan heb je het goed gedaan. Dan is je tape niet te breed geweest. Maar als die daarin past, dan is het goed. Even kijken. Dan gaan we op het langste deel, dat onderste stukje, daar kan je eventueel designpapier op doen, maar er kan ook even een stempel of iets op. En dan heb ik nog een, ik had totaal niks van baby's, maar ik zag hier nog welkom op staan. Het is dan wel een verhuisstempelset, maar goed. Dat kan prima, welkom, voor een baby. Want de baby noemen we dan ook, of noemen we niet, die zijn ook, die is ook welkom. En ik doe dat nu eerst. Je kan dit ook later doen, maar ik vind het toch handiger om dat nu meteen even te doen. Ongeveer een centimeter vanaf de onderkant. Gaan we dat erop stempelen. En dan staat daar welkom. Nou, wat goed. even kijken. Nou moet ik even puzzelen. Deze. En deze. Je hebt hier die, dat kleine kaartje met dat gleufje. Daar zit zo'n geruld strookje aan van 1,5 centimeter. Die plakken we tegen de bovenkant. Oh, dat is wel heel breed tape volgens mij. Oh, dat past. Tegen de bovenkant van dat flapje wat dubbel is. Dus we hebben dit kaartje. Daar zit die ruimte tussen voor dat pasje. Als je hem dicht doet, is dus de bovenkant wat korter. Die leg je dus zo neer, leg je hem open en dan pak je dat deel met dat 1,5 centimeter gerilde deel en die leg je dan op dat stukje waar dat pasje tussen moet en dan klap je de kaart weer dicht. En dan heb je eigenlijk drie soort van bladzijdes. En dan onder dit deel zit dus een stuk voor het pasje. Dus dat is de onderkant, deel voor het pasje, een deel met een gleuf en een deksel. Nou, die gaan we hier inschuiven. Welkom, dat onderste deel schuif ik in deze gleuf. En dan komt hij er aan de onderkant uit. Joepie, joepie. Wat goed. Dan hebben we dat pasje. Nou, dat kan je eerst doen. Je kan het ook later doen. Maar dat pasje, dat komt door die gleuf. In dat houdertje. Nou, en je kan dit dus ook na die tijd nog doen. Dat is niet zo'n probleem. En dan zit daar nog zo'n, ja, wat is het? Een centimeter randje aan. Dat klepje voor dat gleufje. Daar doen we ook tape op. Dat had ik nog even vergeten. En zo. Hoppakee. Dus daar zit ook tape op. Dan hebben we dus alles in elkaar geschoven en we hebben op dat laatste stukje nog tape. Nou, dat kan er nu af. En dit is even het trucje van dit kaartje wat eruit komt schuiven.
dat leg je precies gelijk in het midden. Zo mooi mogelijk in het midden. Met je designpapier. Dus niet met de onderkant van de kaart, maar met je designpapier. Nou, dat hou ik even goed vast. Dan komt dat kaartje in dat houdertje. Dat klapje naar beneden. En dan plakken we alles vast. Dus ik hoop dat dat nog duidelijk is. Alles vouw je nu naar beneden toe. En dan, als ik dan aan dat kaartje trek, dan komt dat pasje naar voren. Nou heb ik een beetje een heel glad pasje, maar goed, dat maakt niet uit. Kijk, ik weet niet of het te zien is zo. Dus dat pasje, dat kan je er eventueel ook later inschuiven. Dat gaan we eens even proberen. Oh ja, dat lukt wel. Zo, dat kunnen we wel zien. En als we dan aan dat dingetje trekken, dan komt dat pasje dus naar voren. Dat is één. Dan heb ik natuurlijk de voorkant nog. Even spieken. Zo, waar is mijn mouw gebleven? Oh, zo. Ik ga hier nog op de voorkant een stukje mica plakken. En dat mag een cirkel zijn, maar het kan ook een vierkant zijn, is maar net wat je handig vindt. Ik ben daar nooit zo heel precies in, ik maak er ongeveer een cirkel van. Even spieken of die erop past. Ja, dat past. Nou, dan doen we een beetje tape rondom dat gat. Zo. Oh. Niet alle tape er weer af, alleen het beschermlaagje graag. Dan leg ik daar dat stukje mica bovenop. Dan hebben we nog een rondje nodig. Ongeveer plus minus. Die daar weer bovenop past. En je kan hier ook van die hoe noem je dat? Shaker pushes, poegs, huppel de pup voor gebruiken. Maar ik dacht dat ik die nog genoeg had. Maar helaas was dat dus niet zo. Nou. Geen probleem, we maken er gewoon zelf één. Foam tape mag rustig in het vierkant, als het maar een dicht bakje wordt. Dus plak het foam tape goed tegen elkaar aan, dat het echt een bakje is, dat er niks uit kan vallen. Je moet ietsjes opzij dat hij goed tegen elkaar aan zit. Dan pak ik even een stukje of een stukje. Ga ik even met een beetje wasverzachter over dat mica. En een doekje erbij. Even goed uitwrijven. Je kan dit ook met een anti-static doekje doen. Maar ik vind dat altijd een beetje van die, ja, dat geeft van die witte poeder, vind ik altijd. En dit droogt wel mooi op. En dan is het ook niet meer statisch. Ik heb dan van die leuke hartjes. Oh, beetje wasverzachter hier en daar nog. Hartjes van Dutch Doobadoo. Nee, Studio Light. Oh, jongens, op laatst haal je alle merken door elkaar, hè. Die schud ik daarin. Dan halen we het tapeje eraf. Nou,
En dan plak ik deze op de cirkel. Nou, ik zie dat ik dan een heel klein gaatje heb. Plakbandje erop. En het gaatje zit dicht. Zo. Oh, daar ook nog. Had ik toch mijn vierkantje te groot gemaakt. Maar dat geeft niet. Hoppakee. Zo kunnen we shaken. Dan pak ik weer de mouw erbij. En een leuk pampiertje. Even kijken. Ik zou een beetje in het bruin-groene, omdat ik niet weet wat het gaat worden. Even zien hoor. Deze heb ik aan de binnenkant. Even dat andere blokje erbij. Volgens mij zat daar nog iets anders tussen. Groen kan natuurlijk ook. Ik dacht dat ik nog van het andere... Deze. Deze wil ik graag. Die zit er toch vaker in. Nou, dit is de bedoel. Heeft natuurlijk ook kanten, wou ik bijna zeggen. Dit is eigenlijk bedoeld om zo te maken, maar ik vind het een beetje vreemd. Dus ik vind hem zo mooier. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb hem dus nu zo getekend. Ik wil daar dus designpapier op. En dan wil ik dit graag aan de voorkant. Nou, wat ik dan doe is, ik leg dit al op de kant zoals ik het wil hebben. Ik leg daar mijn mouw op zoals die moet zijn. Dan schuif ik de mouw eronder en draai ik het om. Dan weet ik zeker dat ik de goede kant heb. Nou, dan nemen we een maatje kleiner van het designpapier. Dus je gaat nu voor die binnenste lijntjes. Dat is voor het designpapier. Voor de cirkel kan je dat ook doen, maar ik neem nu even weer de kleinste cirkel, omdat dat dan mijn dingetje mooi afdekt. Dan gaan we dat even knippen. Nou, en jullie hebben vandaag weer een uitgebreide live dag, wat ik bijna zeg. Volgens mij zijn er weer vier. Ik hoop dat de dames het een beetje koel kunnen houden, want het begint hier al lekker warm te worden. Maar goed, het wordt zo langzamerhand tijd om de waaiers en de airco's weer aan te zetten. Het is ook in één keer andersom, hè. Nou, ik knip deze nu op de tekening uit. Ik had ook ietsjes groter kunnen knippen, dat er toch nog een randje kwam. Maar ik wil dat graag een beetje allemaal mooi afdekken. Dus ik doe dat op deze manier. Dus gewoon even groot als de cirkel waar het schutmateriaal in zit. Dan doen we even langs de rechte stukken. Doe ik wat tape. En langs de boogjes doe ik wat lijm. Even flink langs de shaker. Ook even wat tape. En dan doen we op het andere deel. Doen we wel lijm. Zit lekker op het balkon. Oh, lekker. Nou, dan gaan we die daar mooi op plakken. Zo. Nou, ik zie dat ik een beetje, ik heb het een beetje verkeerd om, maar dat geeft niet. Dan doen we deze. Krijgt een klein beetje
hulp om er mooi uit te zien. De binnenkant krijgt natuurlijk ook zo'n designpapiertje. Oh, daar gaat mijn speld. Dat was niet de bedoeling. Ga je het even in de wes. Deze was 7,5 centimeter breed. En ik heb hier nog een stukje liggen. Wat is dat? Bruinige stippeltjes. Kan dat? Of toch meer in de bruintint? Even kijken. Oh, deze is ook wel leuk. Ik sloop gewoon beide boekjes. 7,5 centimeter breed. Was dat flapje. Die krijgt dan een stuk van 7 centimeter. Bij over zo 7,5 uit mijn hoofd. Nee, deze is groot. 9,5, dus dat wordt 9. Die plak ik daarop. Dan doen we hem even open. Dan hebben we hier nog een stuk. Dat is ook 7,5 centimeter breed. Dus dat wordt ook een 7. En die was wel 7 uit mijn hoofd. Of 7,5. Ja, dan moet ik 7,5 designpapier. Goedemiddag. Nou, Chantal, je bent er vroeg bij. Het is nog geen middag. Zo. Dan heb ik nog ergens... waar heb ik dat gelaten? Oh ja, het is alweer verstopt. Ik had alvast een paar dingetjes uitgeplakt voor deze klapper. Ik vond het olifantje wel schattig. Die plakken we daar. Ja, mijn fles begint te... Hij is bijna leeg en dan komt er soms luchtdruk. En dan het woordje baby past daar nog wel bij. Heel goed. Nou, dan moet ik hebben een lintje. Of meerdere lintjes eigenlijk. Even een stukje pakken. Zo. Die onderste. Ik haal even dat ding eruit. Die onderste met welkom. Die krijgt ook een klein lintje. Zodat het zichtbaar is dat je daaraan moet trekken. Nou. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, omdat met, ja, nietje vind ik, is wel weer gevaarlijk, hè? Voor een babytje. Maar ja, de baby zit er zelf niet bij, het zijn de ouders, hoop ik. Dus dat ga ik toch maar doen met zo'n leuk nietje. Als er nog wat in zit. Ja, kijk, dat vind ik ook wel grappig. Doe twee aan die kant. Eén aan deze kant. Ja, dat is leuk. En die opzij. Die kant dicht. Dan ga ik aan deze kant. Even zien waar mijn tape is. Een stukje dubbelzijdig tape plakken. Iets breder. Bij die punt, zeg maar. Daar plak ik een stukje tape, of een stukje lint. Kom ik weer met mijn plakbandje. De tik van mij. Nou, die komt natuurlijk ook aan de achterkant in het midden. Ongeveer plus minus precies daar. Stukje tape weer. Nou, de basis is 14 bij 14. Dus voor de achterkant pak ik een stukje. Ja, doet u maar. Van 13,5 bij 13,5.
Die komt dan, oh kijk eens, lekker aan de klieden met de fles. Het is bijna gebeurd met de fles. Nou, ik heb hem vanaf het begin, dus er zit echt veel in. En je bent er ook niet zoveel van nodig. Nou, de achterkant hebben we nog even mooi afgeplakt. Dan pak ik nog een keer weer die mal erbij. En ik wil nog zo'n een met die konijntjes. Deze. Vind ik toch wel een hele lieverd. Dus waar het designpapier moet komen, leg je de mal op. Het designpapier kan je daar dan eventueel bovenop leggen. Of je doet het andersom, dat maakt niet uit. Maar zo wil ik mijn designpapier zien. Heb ik de mal aan de achterkant liggen. Draai ik het om. En dan kan ik deze dus tekenen. En dan doe ik mijn heel zacht potlood. Ik kan het bijna tussen twee vingers houden. En waarom ik zo'n zacht potlood gebruik, omdat je die heel makkelijk kan gummen. En het geeft ook best veel kleur af, of kleur grijs dan in dit geval. Maar dat vind ik echt een een 4 of een 5B vind ik echt heel handig voor dit soort projectjes. Zo. Nou, de cirkel er nog even uit. Ja, ik vind dit ook echt super lijm. En hij plakt echt als een malle. Maar je kan het toch eerst nog een beetje verschuiven. En je bent maar een klein beetje nodig. En er is een ultra fijn tuutje bij. Nou, ik vind hem toch wel schattig. En zoals ik zei, mocht het geen babykaart willen worden, dan kun je natuurlijk altijd de achterkant gebruiken. Want ik vind het echt hartstikke leuk papier, ook voor gewone kaarten. Met dat groene blokje. Zo. Dan heb ik hier nog wat plaatjes van een baby met een olifantje. Die doe ik daar middenop. Hier heb ik nog een leuke strik. Ga even naar de voorkant. Doe die strik. Zal ik hem toch bovenaan doen. Dat is ook wel leuk. Gewoon over dat. Over dat geheel heen. Nou, dan wil ik nog even mijn. Waar heb ik dat gelaten? Waar ben je? Ik heb opruiming gehouden en dat had ik niet moeten doen, geloof ik. Oh, daar. Nee, dat is het ook niet. Oh, ik weet het al. Even in een andere bak. Kom op. En 3 mm tape. Dat vind ik altijd wel leuk om dat een beetje in een babysfeer. Mag het ook best wel een klein beetje rozemarantisch zijn, denk ik. Want ze zeggen dan altijd dat ze op een roze wolk zitten. Nou ja, bij iedereen verschillend natuurlijk, maar dat wordt dan gezegd. Dan zit je op de roze wolk. Ik doe 3 mm tape langs de randjes. En ik maak daar op de hoekjes, dus zeg maar waar ik rond moet, maak ik er gewoon een vouw in.
Dus dan komt er een vouw in het tape. En dan kan je dus makkelijk de hoekjes om. En hoef je niet allemaal kleine stukjes te knippen. Nou, dan moet ik nog wel het beschermlaagje eraf hebben. Zo. Kijk, en dat zie je straks helemaal niet terug. Want dan ga ik allerlei dingetjes opplakken. En in dit geval neem ik een stukje parellint. En dat plak ik dan op dat 3 mm tape. Kijk, en hier moet ik heel scherp de hoek om met dat lint. Dus daar knip ik het wel even door. Want anders dan gaat dat wel heel erg trekken. Maar voor de rest kunnen we gewoon de bocht door. Zo. En deze knip ik wel af. Dan doen we deze nog. Van boven naar beneden. Nou, dat is toch al romantisch. En lief. En ik heb hier nog een ooievaar. Is ook wel leuk misschien. Of zijn die beertjes leuker? Ja, ik zit nog wel te denken aan bloemen. Maar aan de andere kant weet ik het nog niet of ik dat ga doen. Ik ben natuurlijk wel van de bloemen. Oh, die doen we daar. Dus één beer hier. En één beer. Daar, een beetje naast elkaar zo. En dan hebben we toch de ooievaar. Vind ik ook wel leuk om die daarop te plakken. En die hoeft natuurlijk niet helemaal. Als die maar binnenboord blijft bij de vouwlijn, dan kan dat. Ja, dat doet hij. Nou, dan kan ik hier een strik op doen. En dan vind ik een grote strik altijd wel leuk. Dus ik mag best wel een beetje een lang lint aan. Nou, hier moet nog wel wat bij op. Ik vind dit nog wel een beetje kaal zo. Dus dat ga ik nog eens even bekijken. Dus, we hebben een babykaart in dit geval. Maar als je de achterkant gebruikt, wordt het natuurlijk eveneens net zo goed een kaart voor volwassenen. Ik ga toch het lijmpistool er nog even bij aanslingeren. Ik vind dat toch wel heel erg kaal nog allemaal. De cadeaukaart, die schuiven we daarin en dan daartussen vouw je hem dicht en als ze dan aan dat lintje trekken, dan komt die cadeaukaart naar buiten. En ik vind het leuk om dat dan daar weer in te stoppen, zodat het mooi weggewerkt is, ook mooi dicht blijft zitten. Eens even denken, wat is er nou nog meer baby? Ik heb eigenlijk heel weinig qua baby. Maar goed, ik heb hier dus welkom als ik dat kaartje eruit trek. Dus welkom, nou dat past wel bij een baby toch? Vind ik zelf wel passen, welkom. En dan moet ik nog eens even zien of ik nog ergens andere stempeltjes heb voor baby's. Want die ben ik totaal vergeten. Ik heb
eerlijk gezegd helemaal niks voor baby's. Even kijken of hier nog wat in zit. Sending happiness. Kan dat ook? Sending happiness. Ja, nou. Even kijken. Let you know. Nou, dit vind ik allemaal niet. Nou, ik ben. Nou, dat komt nog wel. Ik moet nog even zoeken, maar ik vond wat ik net had, dat kan dan ook wel. Maar goed, dat gaan we nog wel even laten doen. Even kijken. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, kan nog. Kan nog even. Dan maak ik hem ook af. Dat vind ik wel leuk. En kijk eens. Ik ben live en mijn lijmpistool zit nog wat in. Hoe dan? Hè? Hoe is het mogelijk? Meestal is die leeg als ik een live doe. Maar er zit wel rempel nog wat in. Sokjes erin. Ja, dat zou kunnen. Ik moet alleen even zien waar die sokjes dan moeten zitten. Want ik zou hier geen plek kunnen bedenken voor sokjes, denk ik. Of je moet de voorkant wat dikker maken. Dat je hier zeg maar sokjes tussen doet. Dat zou ook nog kunnen. Maar dan zou ik dus de voorkant dikker maken. Laat ik het zo maar even noemen. Ik heb alleen hier de witte bloemen. Is dat leuk, allemaal witte bloemen? Want bruin vind ik ook een beetje too much. Een heel lief, kijk eens, heel lief gehaakt bloemetje. Ooit al eens gedaan. Is toch ook schattig, eigenlijk. Handmade doen we er gewoon bij op. Oh, dan ga ik eens kijken of ik dat nog weet hoe dat moet. Oh, die kleine bloemetjes haken. Nou, die mag daar rustig bij op zitten. Ik denk dat ik er niet eens zo heel veel meer bij op moet gaan doen. Alleen mis ik nog wel iets anders. En dan weet ik ook niet of ik dat zo 1, 2, 3 kan vinden. Ja, dat zie je dan pas als je ermee bezig bent, hè. Dat je dan, oh hier. Dat je dan wat mist. Of wat mist. Maar ik heb altijd heel graag even deze in huis. Het zijn van die knipvellen met die bladeren. Ik vind dat geeft net iets extra's bij bloemen. Dat er toch een blaadje bij zit. Nou. En hebben jullie verder nog het idee om alle lives te gaan kijken vandaag? Of... Oh, de nieuwe crunchlijn onderweg. Oeh. Oh, dat, ja, inderdaad. Dat lintje in een V, dat is dubbel vouwen. En dan schuin afknippen. Ik zal het wel even laten zien. Als je een lintje hebt, dan vouw je hem dubbel. En dan vanaf de dichte kant, dus vanaf de vouwlijn, knip je schuin naar boven. Kijk, en dan heb je dus een zwaluwstaartje. Is wel de bedoeling. Oh, kijk, en dan tussendoor lekker knutselen. Oh, heerlijk. Heerlijk. Ja, ik denk, hier staat ook nog wat op het programma. Maar ook minder leuke dingen. Want ik denk dat ik ook nog even de ramen moet wassen. En even moet aan de poets bij moeders, denk ik. Maar goed, we gaan het zien. Ik denk dat we ons vandaag maar niet al te druk maken. Dus is het veel te warm voor. vind ik het veel te warm voor om ons druk te maken, toch? Gewoon rustig blijven. Zo eens even kijken of mijn slaapplantje zal opkomen. Ik ben een beetje aan het slaven bouwen op mijn manier.
Maar ja, aan de andere kant, dan moet ik die kas in, want ze staan nog in de kas en dat is een beetje heet. Maar goed. Ik moet zeggen, er is hier altijd wat te doen. Is het niet in de tuin, dan is het wel binnen of bij mijn moeder of weet ik veel waar, overal. Of we krijgen weer zo'n zoete inval. Dat er weer iemand komt of nou ja. Er is altijd wel iets te doen. Toch nog één blaadje erbij. Even spieken hoor. Blaadjes die vouw ik altijd even een beetje dubbel hè. Nee, vind ik ook eigenlijk niet hè. Geen weer voor ramen wassen. Ik denk ook dat ik de zonnewering ervoor laat. En ik zie het volgende keer wel weer. Mijn schoonmoeder zegt, ach, we kunnen er nog doorheen kijken. Oftewel, we kunnen er nog doorheen kijken. En zolang als dat nog kan, dan was het wel goed, zegt ze. Nou, ik denk, zal ik die, ja, die doe ik daar nog een beetje tussen proppen. En dan zo. En wat had ik nou net voor woordje nog? Sending happiness. Zou dat kunnen? Sending happiness. Ja, ramen wassen, ik vind helemaal niks. Maar ja, ik heb hier naast me, woont mijn moeder. Daar ben ik dan mantelzorger voor. En ja, het mooie is, ja, om een lang verhaal kort te maken, ze ziet dus heel slecht. Maar ze ziet het wel als de ramen vies zijn. Ja. Hoe, weet ik niet. Daar ben ik nog steeds niet achter. Het zal wel het gevoel zijn van, nou, die ramen zijn al een tijdje niet gewassen. Dus het zal wel nodig zijn. Dat idee heb ik dan, dat ze het zo speelt. Maar goed, het is in elk geval niet mijn favoriete bezigheid. Onder het afdak 30 graden. Oh jee. Oeh, ja. We hebben morgen nog een vriendendag. Kameradendag. Dat is ook leuk met dat warme weer. Maar goed. Ik weet wat we gaan doen, maar wij hebben het georganiseerd. Dus we gaan wel iets doen wat lekker waait. Sending happiness. Nou, volgens mij kan dat wel toch? Of ik plak hem er nog niet op, dat ik eerst even ga zoeken. Of ik nog wat anders heb. Dat kan natuurlijk ook, maar hier wil ik dus nog een tekstje doen. En dan knip ik dat zo, dat ik iets voor beide tekst blijf in het midden een knipje. En dan ga ik van die hoek naar dat knipje. En van die hoek naar dat knipje. En dan heb ik ook een V-staartje. Een zwaluwstaartje. Nou, en dat wil ik dan daar nog ergens opplakken. Tenzij ik nog even een andere tekst vind. Dus dat stukje wordt nog vervolgd. Nou, ik denk dat ik er wel klaar mee ben. Althans, met de kaart, hè. Strikje open, kaart open. En dan trekken aan het touwtje. En er komt dus een cadeaukaart naar voren. Ik zal hem ook in, hoe heet dat, op het blog even beschrijven. Dan hebben jullie de maten daar ook even, dat is altijd wel wat handiger. Wanneer het erop komt, ik heb geen idee. Die planning doet weer iemand anders. Wij schrijven ze en dan iemand anders plant het in. Dus dat is even afwachten van, goh, wanneer als die erop staat. Maar in elk geval komt die erop. Ik wens jullie vandaag een hele fijne dag. Wie weet kijk je alle lives wel en anders, je kan ze altijd terugkijken. Fijn weekend erachteraan. Het is eigenlijk al weekend hè, voor de meesten onder ons. Er zijn natuurlijk ook werkers die nog geen weekend hebben, maar goed. Ik dank jullie in elk geval weer dat jullie erbij waren. Het was weer gezellig en tot volgende week. Vrijdag. Woensdag ben ik er niet, maar volgende week vrijdag. Dan ben ik er weer. Tot dan misschien. Doei doei.